Voor koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zit het bezoek aan het Caribisch deel van het koninkrijk er weer op. Het was de kennismaking voor Amalia met dat deel van het koninkrijk. Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties was mee ter begeleiding. En we gaan het vandaag onder meer hebben over de kleding van de koninklijke familie. We gaan het bespreken met niemand minder dan Kim Quervoet van de vrouwenredactie, Redactie Vrouw. Kim, welkom. Ja, laten we meteen even beginnen met de aankomstkleding. Want dat is natuurlijk altijd het moment suprême. Ja. Maxima was cappuccino. Dit is, ja, mosterd, geel. Nou ja, ik had het een beetje cappuccino, een beetje koffie latte, zeg maar. Amalia was in een beetje een beige pak. Ja. Een pak is natuurlijk wel heel fijn, van de trappen af, van het vliegtuig. Want we hebben al een paar keer gemerkt, als ze een jurkje aan hadden, dan was het wel alle zeilen bijzetten om het jurkje in toom te houden. Want dat waaide erg op de eilanden. Ze heeft zelf ook gezegd dat ze erg van de hakken is, hè? Amalia. Ja, Amalia kan grote, heel... grote plateau... Ja, ze is groot, ja. Dus eigenlijk heeft ze geen hakken nodig, maar ze kan heel goed op hakken lopen. Dat heeft ze ongetwijfeld geoefend thuis. Ja. En een van de mooiste hakken die ze mee had, dat waren witte hakken met een sleehak. Dat loopt natuurlijk altijd heel erg comfortabel. En dan mogen ze best wel wat hoger zijn. En die was doorzichtig. Okay. En dat was wel echt een eye catcher. Daar had ze over nagedacht. Het valt altijd heel erg op dat Maxima altijd echt hele hoge hakken draagt, hè? Dat is gewoon zo'n Argentijnse schoonheidspijnlijden dame, of niet? Ja, niet altijd. Want ze gingen nu natuurlijk ook af en toe wat sportiefs doen. Dus dan had ze platte schoenen. Maar ik vind Maxima ook Maxima mooier met een hak. Want daar kan ze lekkerder op lopen, inderdaad. Ja, ze draagt altijd hakken van meestal van een bepaald merk, van Ferragamo. Want dat zijn Verraggio of Ferragamo, okay. Draagt ze altijd. Ja. En dat zijn hele comfortabele hoge hakken. Want een hoge hak hoeft niet altijd oncomfortabel te lopen. Ja, ik denk dat de meningen daar ontzettend over verdeeld zijn. Maar goed, ik ben geen deskundige. Jij wel. Ja, nee, het kan. En ze heeft de grote voeten. Ze heeft 42 plus. Dus dat verdeelt zich ook een beetje. Als je hele kleine voetjes hebt, dan loopt het wat minder. Dan ga je wat steiler. En bij haar verdeelt dat. Dus kan ook meespelen. De avondjurk van Amalia krijgen we nu te zien. Ja, lang. Ja, dat is een gebloemde jurk. Amalia houdt erg van bloemen, prins, maar vooral van bloemen. Dit is een jurk van Erdem. Daar had ze vond ik heel erg leuk, had ze een ceintuur bij gedragen. En haar favoriete clutch natuurlijk in het groen. Die heeft ze wel meerdere keren gedragen van Jacquemus. Dat is echt een heel hip merk nu. En daar is ze aan verknocht. Ik vind die lange jurk haar heel erg mooi staan. En ik vind Amalia ook heel erg mooi in jurken. Ja. Omdat ze natuurlijk ook heel lang is. En die witte broek die we ook veel zien. Wat zegt jou dat? Zien we hier in België. Nou, daar, als ze een beetje overdag gewoon... Ja, op de sportieve momenten droeg Amalia een broek. Wat ik ook wel weer leuk vond. Want anders wordt het ook zo koninklijk. Je wil met de mensen ook een beetje praten. En dan is die afstand groter als je weer een jurkje en te tuttig. Het is een jonge vrouw, dus waarom ook niet. De witte broek was er wel in meerdere varianten. Hoor. Ja. Iedereen denkt dat het één witte broek was. Dat was niet zo. En aan de andere kant doet ze dat ook goed. Want als je een paar basisstukken hebt, dan kan je op vakantie daar heel erg mee combineren. Steeds een nieuwe blouse erop. En 3-4 hakken mee. Dan heb je aan haar gezien dat ze heel goed kon combineren. Dus het is ook een voorbeeld voor, wat neem je mee als je op vakantie gaat? Een paar basisbroeken. Ze had nog een rode en een blauwe. En daarmee heeft ze afgewisseld. Rood-wit-blauw trouwens. Rood-wit-blauw. Voor de kijker. Ze probeert een eigen stijl te ontwikkelen, maar heeft natuurlijk wel altijd die haar moeder een beetje, die altijd een ontzettende eyecatcher is, hè? Dus dat is ontzettend dat lastig voor haar. Ontzettend lastig. Want ja, hoe kan je nou Maxima evenaren? Maar dat moet je ook niet willen. Nee. Want ze heeft een ander postuur. Ze heeft een andere uitstraling. Ze heeft natuurlijk een paar echt wel pluspunten. Ze heeft prachtig haar. Een heel mooi gezicht. En merk jij al als modejournalist dat Maxima af en toe met je rekening houdt daarmee? Zo van, ik moet ook proberen niet te veel weg te voor grote nou, voeten opvallende, van de dom, zeg maar. Ja, het opvallende vond ik met deze reis, dat ze eerst leek het erop, daar was ook commentaar op, dat Maxima heel veel de shine pakte. Maar ik denk dat ze dat als een beetje moeder als bescherming deed. Ja. Van, ik ga een beetje voorder staan, dan is ze niet gelijk in beeld. En naarmate de reis vorderde, zag je dat Maxima steeds een stukje naar achteren deed en dat Amalia meer in beeld was. Ja. Dus ik denk dat ze dat ook wel besproken hebben. Ja. Maar het valt niet mee om naast de moeder als Maxima te shinen. Ja. Maar ik vind dat ze dat heel goed gedaan heeft. Ze hebben ook dingen op elkaar afgestemd. Ongetwijfeld met elkaar besproken. En ze hebben vooraf natuurlijk geshopt samen. En dat eeuwige doos, hè? Wat we hier altijd zien. Moet geweldig, je wel, dat is ook wel iets qua kleding waar ze rekening mee moeten houden. Want tegenstelling tot Beatrix. Dit is een modus operandi. Yeah? Dat ze
als er een podium getrokken moet worden om te dansen, dan moeten ze dat doen. Het moet een beetje beweegbare kleding zijn. Dus ik zag ook veel stretch voorbij komen. Ja. En natuurlijk wat lekkere folklore outfit. Dus, ruimvallende blouses. Ja, je moet... wel een beetje. En het past ook bij het eiland. Alle kleuren die ze droegen. En een beetje dat frivole, de bloemendescents. Ik vond dat heel goed bij het eiland passen. Hoe keek je naar de koning? Die was, is natuurlijk een ervaren tropenbezoeker. Is inmiddels in de loop der jaren. Ja, als man, ik vind altijd, ja, dan heb je wat minder variatiemogelijkheden in, toch? Nou, als man kan je weer niet te kleurrijk zijn. Nee, hij heeft natuurlijk ook een rode broek, die ik liever niet zo graag zo vaak zie. Nee. En even dacht ik, nou, misschien komt hij nog wel een keer in korte broek, maar dat heeft hij allemaal gelukkig niet gedaan. Nee, had het van jou niet gemogen, korte broek? Nou, nee, voor de koning, nee. Dat moet hij maar eens vrije tijd doen, hoeft niet hier. De koning heeft geen kuiten. Nee, maar hier bijvoorbeeld in zijn cakey outfit vond ik heel stoer, dat stond hem heel stoer. Voor de rest draagt hij een crispy white hemd, nou, dat is eigenlijk wel heel mooi voor een man. En dan gewoon en dan met moet een keurige broek. Een goed hemd hebben, hè? Moet echt goede stof. Ja, wat het fijne is dat ons koning nu tegenwoordig in Italië koopt Italiaanse goed zittende pakken, sartorial pakken en ook hele mooie hemden erbij. Dus daar zit hij veilig mee. Ja, we ronden een beetje af met staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties. Daar, die was ook veel in beeld, ook vanwege een bepaald dansje wat ze deed. Wat vond jij van haar outfits? Zie je me nog iets van? Ja, ik vond haar outfits natuurlijk kleurrijk en opvallend. Op zich is dat niet erg. Als dat haar stijl is, ik vind dat ze heel erg haar best doet om er leuk uit te zien. En ze ziet er ook best af en toe heel leuk uit. Alleen hier draagt ze bijvoorbeeld een net panty. Ze heeft eerder al een wat minder opvallende... In de tropen moet je dat niet doen, hè? Is niet nodig, want het is al warm en je denkt dat het luchtig is. Draag dan geen net panty of je moet het heel sexy dragen met een enorme split, een avondjurk en een enorme hoge hakken. Dan mag een net panty, maar anders... liever niet. Nee. En ze sloeg af en toe de plank een beetje mis. En ze trok een beetje veel aandacht. Dat is eigenlijk niet zo koninklijk. Want het ging meer om de koninklijke familie. Dus ik zou tegen haar zeggen, ga zo door. En draag vooral straks met Koningsdag een hoedje of zo. Maar doe dat niet. Als Maxima een hoedje draagt, dan hoeft zij geen hoedje op. Per se erachter. Kim Kervoet van de redactie Vrouw, dankjewel. Graag gedaan.